Nee, hierom is het ook niet. Ja, nee wel. Hallo iedereen! Hallo! Welkom bij een nieuwe video op ons kanaal. Yay! Vandaag gaan we de Would You Rather tag doen. Ja, spannend hè? Ja, dus we krijgen eigenlijk twee opties. Ja. En dan zouden we moeten kiezen wat we eerder zouden doen. Ja, wat we eerder zouden doen. Dus het kan zijn dat je geen een van allebei zou doen, maar je moet kiezen. Oké. Oké, we gaan eraan beginnen. Ja, inderdaad. We hebben hier de vragen voor ons op de computer. Oké, de eerste twee opties is... Ofwel altijd naakt zijn, ofwel nooit je huis verlaten. Wat een moeilijk. Ik denk altijd naakt zijn dan. Maar dan moet je overal naartoe naakt. Maar als je nooit je huis mag verlaten. Ah, ik zou liever nooit mijn huis verlaten dan. Oh nee. Maar ik overal naakt naartoe gaan. Ja. Ik hoop dat andere mensen die vraag dan krijgen en ook naakt overal naartoe gaan. Nee, ik zou denk ik altijd thuis blijven. Ik hou wel van mijn huis. Ja, ik ook, man. En je kunt misschien toch wel in je tuin zitten. Van de zon niet. Ja, nee, want je mag je huis niet verlaten. Ja, maar dit hoort bij mijn huis, hè. Mijn dat tuin. Is tuin. Mijn huis. Niet het huis. Volgende. 21 zijn of 10 zijn? 21. Ja, ik ook sowieso. Ja. Is niet zo moeilijk, hè. Nee, nee. Dat vind ik een veel toffer leeftijd als 10. Ja. Wie wil er nu terug 10? 3 stieren in 1 keer bevechten. 10 stieren om de beur bevechten. 3 en 1 dan. Ja, ik denk ik. Wat zet je ervan af? Volgens mij gaat je toch doodgaan. Misschien nu 3 of 10 liever de korte pijn. Ja, inderdaad. Ik ook wel. Als eerste doodgaan of als laatste doodgaan? Als eerste. Ja, ik hoop, want anders ziet je alle geliefde eerst doodgaan. Inderdaad. Ik zou ook zo liever willen dat ik eerder doodga dan Geert ofzo. Dan moet ik zo niet verdrietig zijn. Ja, maar we gaan hout vasthouden dat niemand doodgaat. Ja. De volgende. 5 mensen doden met een mes, dan. Of 10 mensen doden met een geweer. Geen een van de 2, maar als ik dan moet kiezen met een geweer. Ja, ik ook, want dat is zo meer afstand. Ik ga niet met een mes gaan steken, bad. Nee. Nee, en een geweer creëert wel zo meer afstand. Afstand, en dan kun je nog zo je ogen toe en zo doen. Dan kun je wel een mes ook hebben. Ja, maar dat voelt je toch met een mes. Dat is wel, je voelt het toch. Je steekt toch ergens in dan. Oké, next. Een zombie eten of gegeten worden door een zombie? Ik zou een zombie eten. Eten, ja. Met wat zout in de mond. Wie weet dat lekker. Het smaakt aan een kippenvlees. Ah, een beetje tijm. Ja, onze olie. Je weet nooit, zombies kunnen lekker. Ja. Oké, 1 meter 20 kort zijn of 2 meter 20 lang zijn? Ah, dat is moeilijk. Ik denk lang. Ja? Ah, ik zou denk ik toch eerder kort gaan. Maar 1 meter 20? Maar 2 meter 20? Dat is groter dan de deur, hè? Ja, dat is ook wel waar. En dan ziet iedereen zo als een freak. Oh, en als je klein bent, dan is het misschien ook zo, oh, kijk hoe schattig. Dat kan. Ja, maar dan is 1 meter 20 niet al zo dwerggroei, of niet? Dat weet ik, eigenlijk. Dat is toch wel vrij klein. Ja, dat kan nog wel schattig zijn. Maar anders ben je een reus. Maar ik wil wel een freak zijn. Ja. IJs ademen of vuur ademen? Ja, ijs dan. Is als je... Doe dat wel. Of inademen, ik weet niet. Ah nee, uitademen misschien. Ik weet niet. IJs dan, dat is nog cool. Dan kun je zo dingen bevriezen. Dan was je wel frozen. Dat is dat. Ja, die weet dan met de handen, maar wij kunnen dat dan met onze mond. Oké, je gewicht eten in varkensvoeten in een zwembad duiken vol met warm. Ja, duiken dan. Hè? Duiken, maar ik zou dan zo'n surfpak aan, omdat ik helemaal ingepakt ben. Ja. En dan zou ik duiken. Maar varkensvoeten eten? Nee, En dan nog in je eigen gewicht. Hoe is dat dan? Dan zou ik me eerst uithongeren, dat ik... De volgende is echt vies. Okay. De oksel van een zweterige taxichauffeur likken, het oorsmeer eten van een oude man. Wat zijn dit voor vragen? Ik denk dat ik de oksel. De oksel, dat is voorbij, denk ik. Ja, likken en dan spoelen. Waarom zou je zoiets moeten kiezen of zoiets doen? Nee. En dan de volgende vraag. Alleen de Charleston dansen, dat ken ik niet. Of alleen de Macarena dansen. Macarena. Dat zou ik altijd, ja. Ik zou ook niet. Dat ook altijd. Niet altijd, maar ik bedoel.
Oké, next. Elke zin beginnen met als. Elke zin beginnen met maar. Als, denk ik. Is dat niet... Dat klinkt zo positiever dan zou, maar. Ik heb altijd zo de twijfel. Ja, ik zou ook als zeggen. Ja, oké. Dan de laatste vraag al. Oncontroleerbaar op alle verzekeringsreclames lachen of wilt opgewonden geraken van alle autoreclames? Ja, lach je dan zeker? Oh nee, ik dan wilt opgewonden geraken van autoreclames. Maar lachen is toch niet erg als je gewoon moet lachen bij een verzekeringsreclame? Ja, en dan waar. Opgewonden worden als je nu bij mensen bent. Als je dan bij mensen bent, dat is wel waar. Ja. Dat zou wel heel gênant zijn. Ja, doe dan toch maar lachen. Ah, oké. Okay. Wat een rare tijd was dit. Ja, dit was een heel rare tijd. Hopelijk vonden jullie het toch een beetje leuk. Zeker tof. Hopelijk hebben jullie een beetje kunnen lachen. Ja, zoals met onze verzekeringsreclame. Ja. Laat het leuk na in de comments. Ja. En wij zien jullie volgende week. Doei!